Eerst wil ik kort even wat vertellen over het algemene samen beslissen. En dan daarna gaan we door op wat ik eigenlijk het liefste doe, de combo-studie. Samen beslissen, wat is dat nou eigenlijk? Want dat is toch eigenlijk best ook nog wel een lastig begrip. Waar het vooral om gaat, is dat het een benadering is waarbij artsen en patiënten of zorgverleners en patiënten luisteren en met elkaar praten. Dat vooral dat samen doen, dat is heel erg belangrijk. Daarvoor gebruiken ze het beste beschikbare bewijsmateriaal en dat delen ze ook met patiënten. Wanneer er een beslissing moet worden genomen. En zo'n beslissing nemen, ja, dat kan eigenlijk op ieder moment in een ziekteproces, maar kan ook bij heel veel verschillende aandoeningen, waaronder dus ook de schildklier. En als er zo'n beslissing moet worden genomen, dan is het voor patiënten heel belangrijk om al die verschillende opties te overwegen en te bepalen wat het beste bij hem of haar past. Dus dat ze voor zichzelf bepalen van wat is nou echt belangrijk voor mij en wat past het beste bij mij. Iemand die daar al de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar heeft gedaan is Glyn Elwin. Is een hoogleraar uit Amerika die hier al heel veel onderzoek in heeft gedaan en heel veel aandacht voor heeft. Nogmaals, samen beslissen kan dus eigenlijk bijna altijd. Het gaat wel om een voorkeursgevoelige beslissing. Dus er moet iets te beslissen zijn waar het van belangrijk is dat dat patiënten nadenken wat belangrijk voor hun is. Wat daarbij ook komt kijken is dat de opties die er zijn vergelijkbaar zijn. Dus ze zijn hetzelfde. De uitkomsten zijn hetzelfde en de ene optie is niet beter dan de andere optie. Wel kunnen risico's of voordelen anders zijn. Dus dat is altijd belangrijk om goed te realiseren. Dus dat het ene risico voor de ene patiënt veel minder erg kan zijn dan voor de andere patiënt. En dan komen die individuele waarden eigenlijk weer boven tafel. Wat is voor mij belangrijk? Wat is in mijn dagelijks leven belangrijk? Vind ik bijvoorbeeld heel lang kunnen werken nog belangrijk? Of vind ik zingen in een koor heel belangrijk? Zo zijn er tal van hobby's of dingen in het dagelijks leven te bedenken die belangrijk kunnen zijn. Wat je dan kunt vinden op beginnengoedgesprek.nl is dit hele mooie overzicht van waar leidt samen beslissen nou eigenlijk toe? Nou, meer tevredenheid, meer therapietrouw, meer betrokkenheid bij de behandeling van een patiënt. Maar ook zijn patiënten veel beter geïnformeerd. En is er nadien dus minder twijfel over de gekozen behandeling. Heb ik het goed gedaan? Nou, dan denkt iedereen eigenlijk van wel. Is er minder spijt? En uiteindelijk denken we, dat is nog niet helemaal goed bewezen, dat er ook minder zorgkosten worden gemaakt. En minder operaties. In 2021 is er door Kantar Public een heel groot onderzoek gedaan. Onder verschillende zorgverleners en ook onder een heel uitgebreid palet van patiënten. Jong, oud, met verschillende aandoeningen. En daar hebben ze een heel grote enquête gedaan en allemaal vragen gesteld over hoe gaat dat samen beslissen nu eigenlijk op dit moment in Nederland. En wat eruit komt is eigenlijk wat we in de afgelopen jaren al wel zagen in de literatuur. 37% beslist maar samen. Dus dat is toch relatief weinig. Aan de andere kant, ruim 90% is wel tevreden over de manier van beslissen. Dus hebben ze toch op de een of andere manier het gevoel dat ze betrokken zijn bij hun beslissing. Wat patiënten vooral aangeven als belangrijkste barrière om niet samen te beslissen, is dat ze onzeker zijn over dat samen beslissen. Kan ik dat wel? Wat wordt er nou precies van mij verwacht? Snap ik het allemaal wel? Kan ik het wel overwegen? En dat ze eigenlijk niet goed voorbereid zijn op hun gesprek met de arts. Dat komt, zie je toch terug in 40% van de gevallen. Uiteindelijk vindt iedereen dat samen beslissen toch het beste resultaat oplevert. Wat ik ook al liet zien, is dat meer mensen tevreden zijn, dat er minder twijfel of minder spijt is. En als we die vragen dan aan de zorgverlener stellen, vindt iedereen dat we het eigenlijk best wel goed doen. 80-90% zegt, ik doe aan samen beslissen. Nou, daar is best wel een discrepantie te zien. Zorgverleners denken het dus ook vaak beter te doen dan in werkelijkheid het geval is. Ook daar hebben we al naar gekeken door middel van een scoresysteem, de option score.
En dan zien we dat toch in het overgrote deel van de gevallen artsen of zorgverleners slecht scoren op dat systeem en dus eigenlijk helemaal niet zozeer samen beslissen. En wat vinden zorgverleners dan het belangrijkste? Ik heb er geen tijd voor. Dan wil ik jullie nu meenemen in mijn studie, samen beslissen bij schildklierkanker, de combo-studie. En ga ik vertellen over wat we tot nu toe hebben bereikt, wat we hebben gepubliceerd, maar ook wat de toekomst nog gaat brengen. De combo-studie heb ik verdeeld in een aantal stappen. En door al die stappen ga ik jullie meenemen. Stap 1 was het literatuuronderzoek. We hebben een heel grote literatuurstudie gedaan om alle informatie die tot op heden bekend was te vergelijken met elkaar. En hebben we met name gekeken naar de helft van de schildklier weghalen of de hele schildklier weghalen. Stap 2 waren focusgroep interviews met artsen en patiënten. Om te vragen wat vinden patiënten belangrijk, maar ook wat denken artsen dat patiënten belangrijk vinden binnen de behandeling van schildklierkanker. Stap 3 is de communicatietraining voor artsen. Ontzettend belangrijk onderdeel van het samen beslissen. Want samen beslissen kan je voor een deel, maar moet je voor een deel ook nog leren. Om echt de goede vragen te kunnen stellen en er echt achter te komen wat belangrijk is voor patiënten. Stap 4 is de ontwikkeling van de keuzehulpen. We hebben meerdere keuzehulpen ontwikkeld die we nu in de combo-studie gebruiken. En stap 5, dat loopt nu nog. Dat is een trial die nu loopt, een studie die loopt, de combo-studie. In meerdere ziekenhuizen loopt die en daarin worden patiënten in 2 groepen verdeeld. De ene groep krijgt wel de keuzehulp, de andere groep krijgt niet de keuzehulp. En daar gaan we straks hopelijk iets uithalen of het effect heeft. Dit was dat literatuuronderzoek. Hebben we uiteindelijk in 2020 in juli kunnen publiceren. En daar hebben we dus met name gekeken naar laag risico schildklierkankerpatiënten. Of het verwijderen van de halve schildklier of het verwijderen van de hele schildklier verschil liet zien. En dat liet het eigenlijk niet. De terugkeer van de ziekte, dus de recidiefkans, was ietsjes hoger in de helft weghalen van de schildklier, maar is niet significant. Dus eigenlijk kun je ervan zeggen dat het verschil zo klein is, dat als je de groep groter maakt, dat verschil wegvalt als het ware. En de overleving, dus hoe lang iemand leeft met het weghalen van een halve of een hele schildklier, is exact hetzelfde. Geen verschil in uitkomsten. Het weghalen van de halve schildklier lijkt dus een veilige behandeling, mits je goed nadenkt over je patiëntengroep. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want iemand moet een laag risico schildklierkanker hebben. Wel blijft het ontzettend belangrijk om patiënten goed te informeren, dus dat ze echt de voors en tegens kunnen afwegen en ook weer kunnen bedenken van wat is belangrijk voor mij. Wil ik niet te lang in een ziekenhuis zijn? Wil ik geen hormoonbehandeling na de operatie? Wil ik graag radioactief jodium nog krijgen? Wil ik zeker weten dat die hele schildklier weg is? Want ik hou niet dat die van de gedachte dat die kanker er misschien nog is. Hè, dat zijn allemaal dingen die je kunt bedenken. En daarnaast is het belangrijk dat dit uiteindelijk in de richtlijnen terechtkomt, zodat alle artsen binnen Nederland hetzelfde gaan doen. Stap 2 zijn die focusgroepen. En wat zijn dan de focusgroepen? De focusgroepen, dat zijn interviews. Bij artsen en patiënten. We hebben 2 of 3 verschillende groepen gemaakt. Waarin we spraken met patiënten van wat is nou voor jullie belangrijk? Wat moet er straks in die keuzehulp komen? Waar moet het over gaan? Wat is belangrijk in het dagelijks leven van een schildklierkankerpatiënt? En diezelfde vragen hebben we aan artsen gesteld over hun patiënten. Dat is een hele leuke manier van met elkaar praten. Omdat als je in een groep zit, dan zie je dat wanneer één iemand iets zegt, dat aanleiding geeft voor andere mensen om ook iets te zeggen. En om daar iets aan toe te voegen en om dieper te gaan in de materie. En dan hoef je eigenlijk als voorzitter, zoals ik daarbij was,
hoef je op een gegeven moment niet zoveel meer te doen, want dan gaat het gesprek vanzelf. Nou, wat kwam het daaruit? Nou, dat patiënten en artsen het inderdaad heel belangrijk vinden om samen te beslissen. Wat ook duidelijk was, en grappig ook eigenlijk, hè, is dat patiënten veel meer details willen weten over hun behandeling. Het meer willen hebben over waarden, voorkeuren. En tegelijkertijd ook meer over palliatieve zorg. Ja, wat als er nou straks niks meer kan? Wat dan? Hè, dat is natuurlijk wel bij patiënten die al verder gevorderde ziekte hebben. Artsen zaten veel meer aan de andere kant. Die wilden duidelijke, korte informatie geven. Het meer hebben over overlevingskansen en effecten van behandeling. Nou, zo zie je maar dat die verschillen er dus echt zijn en dat je het daar samen over moet hebben. Want anders weet je niet van elkaar wat belangrijk is. Nou, dat zegt dat laatste puntje eigenlijk. Hè. Dus het is heel belangrijk om die behoeften, voorkeuren en waarden uit te spreken. Maar ook te combineren in keuzehulpinstrumenten. Als derde stap kwamen we toen bij de communicatietraining voor artsen. Ook dat is dus een belangrijk onderdeel, want daarin zie je dat artsen beter worden in het samen beslissen. Ze ontdekken dat er best nog wel wat valkuilen zitten in dat samen beslissen. En dat, dat ze het misschien helemaal niet zo goed deden als ze dachten. Of misschien dat ze dachten, hé, ik deed het al best wel prima. Maar toch is het belangrijk om dat te onderhouden. Wat we nu ook willen doen, of tenminste dat wordt in Maastricht, wordt daar heel erg aan gewerkt, is om het in het curriculum van de geneeskundestudenten echt al te verwerken. Dus dat er nu gewoon in de opleiding al veel meer aandacht is voor samen beslissen in de spreekkamer. Hoe wij het nu hebben gedaan is een e-learning samen beslissen. Gewoon digitaal te volgen, waardoor je al filmpjes ziet, waardoor er vragen worden gesteld over wat is dat samen beslissen. Daarna volgde een groepstraining, waarin een trainer die we opgeleid hadden in samen beslissen, een groepstraining gaf aan de verschillende artsen van de verschillende ziekenhuizen. En na die groepstraining moest er een opname worden gemaakt binnen de spreekkamer. En werd die opname uiteindelijk weer besproken, individueel, door de trainer en de arts. Daar kwam dan nog feedback uit om te kijken hoe ze het nog beter konden doen. Wat in die training vooral naar voren is gekomen, is dat samen beslissen in 4 stappen gaat. Dat is de methode die we in Nederland vooral aanhouden. Dat staat ook heel mooi op een zakkaartje, zal ik je zo meteen laten zien. Is dat de arts informeert de patiënt dat er een beslissing moet worden genomen en dat de mening van de patiënt belangrijk is, maar dat je dat tegelijkertijd ook samen doet. Daarna komt de stap dat de arts de voor- en de nadelen uitlegt met de risico's. En dat dat dus heel goed wordt afgewogen. De volgende stap bestaat uit de voorkeuren van de patiënt. En de arts ondersteunt daar ook weer bij in, om die voorkeuren uit te spreken. En de vierde stap is eigenlijk een soort samenvatting. Daar wordt de wens van de patiënt besproken, welke beslissing het best bij hem of haar past. En daar wordt ook het vervolg besproken. Dit is dat kaartje. En dat is een heel handig zakkaartje die gewoon in de witte jas kan. Daar staan die 4 stappen weer uitgelegd, met daarnaast zelfs wat voorbeeldzinnen. Zodat je gewoon als arts kan kijken, wat past er nou bij mij om zo'n gesprek aan te gaan? Dat je daar wat meer handvaten voor hebt. Stap 4 is de ontwikkeling van de keuzehulp. Ja, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om, want we gaan kijken of zo'n keuzehulp effect heeft op de communicatie tussen arts en patiënt. Nou, wat weten we inmiddels van keuzehulpen? Dat het meer kennis geeft en besluitvaardigheid. Dat het samen beslissen verbetert. Dat het een heel mooi instrument is gericht op het informeren van patiënten voorafgaand aan poliebezoek. Dus je kunt voorafgaand aan het gesprek met de arts opzoeken, overleggen met partner, vrienden, kennissen, familie, om te kijken van welke behandeling past nou bij mij. Het kan tegelijkertijd ook behandelkeuzes veranderen. Iets wat je van tevoren misschien dacht van daar zal ik nooit voor kiezen, kan zo'n keuzehulp je helemaal de andere kant op laten gaan. Ook denken we dat het de communicatie echt verbetert en minder leidt tot spijt. Welke
hoe kunnen we nou samen beslissen bij schildklierkanker? En hoe hebben we nou gekozen voor welke keuzehulpen we gaan maken? Nou, er zijn een aantal keuzehulpen waar we voor hebben gekozen. En wij hebben er 3 verschillende gemaakt. Dat is... de bovenste is... Moet ik iets anders verwoorden? Omdat we gaan er denk ik in de toekomst nog wel naartoe. Dat er de schildklierkanker zo klein is... dat er helemaal niet meer geopereerd wordt. Dat actief vervolgen. Of het verwijderen van de halve schildklier. Maar zover zijn we nog niet. Dat zien we al wel in Azië gebeuren, maar dat is hier nog net even een stap te ver. Maar wat wij in de combo-studie wel hebben gedaan, is dat er ook knobbeltjes in de schildklier zijn, die nog niet laten zien dat het kanker is, maar die wel worden verwijderd. Dan gaat de helft van de schildklier eruit. Dan kijkt de patholoog onder de microscoop en die zegt, ja, het is toch kanker. Gaat het terug naar de spreekkamer, naar de chirurg of naar de endocrinoloog. En die zegt, dan kun je met de patiënt rondom tafel gaan zitten en zeggen, wat gaan we nou doen? Gaan we die andere helft van de schildklier eruit halen of blijven we er lekker af? Dus dat is 1 vraagstuk. Het tweede is, gaan we die helft van de schildklier eruit halen of halen we hem er helemaal uit? En heb je nog een derde vraagstuk en die staat daar onderop. Is dat het helaas ook zo kan zijn dat schildklierkanker zich verder uitbreidt en dat het uitzaait door het hele lichaam. En dan kom je op een gegeven moment op een punt dat er gestart kan worden met systeemtherapie of dat daar nog gewacht mee moet worden. En dat is ook een hele lastige beslissing waarvan we zeggen ja, dat kun je eigenlijk ook het beste doen samen met de patiënt. Want de patiënt kent zichzelf immers het beste. Dus die weet ook hè, welke bijwerkingen vind ik echt heel storend. Waar kan ik wel mee leven? Dus ben ik er al aan toe om te starten? Of ja, wacht ik daar liever nog even mee? Die keuzehulpen die hebben we natuurlijk ontwikkeld met allerlei beschikbare hulpmiddelen. Zo zijn er verschillende richtlijnen hoe je een keuzehulp het beste kunt maken. We hebben ook gekeken naar bestaande keuzehulpinstrumenten. Er is al heel veel bekend, ook voor borstkanker, voor prostaatkanker. Maar ook voor osteoporose bijvoorbeeld, voor artrose. We kennen al heel veel keuzehulpinstrumenten. Nou, al die keuzehulpinstrumenten samen hebben we met mijn studieteam gekozen van hoe willen we het dan maken? En al die prototypes die hebben we weer verschillende keren laten evalueren door artsen, door patiënten en door ons eigen deskundige panel. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat het leesniveau B1 is. En wat wil dat nou zeggen? Dat 95% van de Nederlandse bevolking snapt waar het over gaat. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want als je dat niet hebt, dan gaat een heel groot gedeelte helemaal die keuzehulp niet begrijpen. Dus daar hebben we Stichting Makkelijk Lezen voor ingeschakeld. En die hebben dat voor ons helemaal nagelopen of er geen moeilijke woorden in staan. En het dus te begrijpen is voor het grootste gedeelte van Nederland. Nou, een heel kleine sneak preview van de keuzehulp, want hij is nog niet in gebruik. Ja, wel in mijn studie, maar niet voor iedereen binnen Nederland helaas. Dat gaat hopelijk volgend jaar wel gebeuren, maar nu nog niet. Het is een digitale keuzehulp. Die bestaat uit 6 stappen. Algemene informatie over schildklierkanker, de verschillende behandelopties, uitkomsten, het vergelijken van behandelopties. Dan komen er aan het eind nog een aantal vragen en stellingen over wat is belangrijk voor mij. Iedere keer kun je doorklikken op volgende als je denkt ik heb hier voldoende over gelezen en het is me duidelijk. En helemaal aan het eind kun je de antwoorden en de vragen die je hebt, kun je opschrijven, invullen en opslaan en uitprinten. En dus zelfs meenemen naar het gesprek met je arts. Nou, hoe doen we dat dan nu in de combo-studie? Want op dit moment toetsen we of die keuzehulpen wel zinvol zijn en of ze werken en of patiënten er ook echt iets aan hebben. In de combo-studie, als je ervoor in aanmerking komt, dan word je ingedeeld in de ene groep of de andere groep. Dat is een lotingsproces. Heb ik niks over te zeggen, maar het is 50-50 in de interventiegroep of de controlegroep. De interventiegroep is die groep die de keuzehulp ook daadwerkelijk krijgt. En de controlegroep krijgt die keuzehulp niet, maar krijgt uiteraard wel gewoon de
alle informatie die patiënten op dit moment ook krijgen van hun arts. Dus daarin zit helemaal geen beperking. En we hopen juist dat die keuzehulp dus wat extra's toevoegt. Maar als we dan kijken naar hoe gaat dat samen beslissen dan nu? Want die combo-studie is wel heel erg mooi, maar ik hoop natuurlijk dat het ook echt iets gaat bieden voor de toekomst. Als we dan kijken naar waarom het dan nu nog niet zo goed gaat, is dat er best wel wat belemmeringen zijn. Dat kan organisatorisch zijn, maar ook in de patiëntenrol, in de artsenrol, van ik heb geen tijd. En patiënten denken dat ze het niet kunnen of er niet toe in staat zijn. En daardoor is er nog best wel wat werk aan de winkel om iedereen uiteindelijk in dat samen beslissen te krijgen. Het is dus nog geen routine en daar moeten we eigenlijk wel naartoe. Hoe gaan we nou beter samen beslissen? Of tenminste, dat hopen we natuurlijk. Belangrijk is dat we artsen opleiden, zoals ik net al noemde. Die trainingen, die studie moet anders. Maar ook dat we patiënten voorlichten, zoals we vanavond doen. He, dat het echt belangrijk is dat je meedenkt en mee mag denken in de beslissing. En dat het ook, dat het eigenlijk voor iedereen mogelijk is. He, dat je altijd voor jezelf kunt bedenken, wat is voor mij belangrijk en welke behandeling past het best bij mij? En daar hoef je echt niet geneeskunde voor gestudeerd te hebben. Hoef je ook niet helemaal op de hoogte te zijn van alle voor- en nadelen en percentages. Maar gewoon al nadenken over wat het beste bij u past, is al heel veel. En dan kom je eigenlijk bij dat laatste puntje ook. Hè? Dus doe mee met dat besluitvormingsproces. We moeten veel meer wetenschappelijk onderzoek doen. We moeten dit soort dingen overbrengen aan patiënten. Door middel van voorlichtingsmateriaal, maar ook door middel van keuzehulpinstrumenten. En dan hopen we natuurlijk dat die combo-studie volgend jaar mei is afgerond. Ik heb er nog 18 nodig, dus als u het in de omgeving hoort, meld ze aan. Er doen 13 ziekenhuizen in Nederland mee. En daarna volgt hopelijk de implementatie van de keuzehulp binnen Nederland. Ja, en dan is die beschikbaar voor iedereen. En tegelijkertijd hoop ik dat natuurlijk ook dat die keuzehulpen die wij hebben ontwikkeld, ja, nog veel meer voor veel meer andere schildklierproblemen te vertalen zijn. Dus wie weet. Bedankt voor uw aandacht. En als er vragen zijn, dan beantwoord ik ze graag. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Ellen Molenwijk. Ik ben van de Hogeschool Utrecht. Ik ben daar docent bij de opleiding farmacunde. In tegenstelling tot de vorige sprekers ben ik geen medische arts, maar ben ik bioloog en gepromoveerd farmacoloog. Ik heb altijd in de geneesmiddelenindustrie gewerkt voordat ik op de hogeschool terecht kwam, waarbij ik dus bij de opleiding farmacunde heel lang heb lesgegeven. En sinds ik zelf schildklierpatiënt ben geworden, 14 jaar geleden is dat voor mij inmiddels, heb ik bedacht, wat ga ik met de energie doen die ik nog wel heb. Dus de verhalen die ik net hoor van jullie, die heb ik zelf eigenlijk ook meegemaakt. Dat is een beetje het startpunt geweest van het onderzoek wat ik via de hogeschool heb gedaan, samen met de schildklierorganisatie, ook met AMC. En vanavond ga ik me richten op het hypo-woordenboek, wat ik samen met een student heb ontwikkeld op basis van de antwoorden die in mijn onderzoek zijn gegeven. Dus waarom? Nou, deze situatie, gemaakt door de artificial intelligence van Bing, dus het is geen persoon, maar deze situatie is wel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Je zit in de spreekkamer. Of je zit bijvoorbeeld, ben je leidinggevende, of je bent aan het praten met je partner of met je familie. In ergere gevallen zit je bij de bedrijfsarts of bij de arts van het UWV. En dan iedereen vraagt aan je, hoe gaat het? Hoe voel je je nu? dan merk je dat nog niet zo makkelijk is om dat uit te leggen aan andere mensen. Want in het geval van dat consult heb je net achter het stuur gezeten, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, of je bent met de bus of de fiets of de trein gegaan. En je moest een plekje in de parkeergarage zien te vinden, wat dan super irritant is. Er waren allerlei dingen die je sociaal en privé moest doen of voor je werk, noem maar op. Dus als je daar aankomt, dan is je batterijtje al een stukje naar beneden gegaan. Dus je zit daar en dan moet je ook eigenlijk nog bedenken bij hypothyreoïdie, dus als je schildklier minder goed of helemaal niet meer werkt,
dan kun je soms ook moeilijker op woorden komen. En dat komt omdat er eigenlijk iets te weinig schildklierhormoon in je brein zit dan. Dus hoe leg je het uit in 2 minuten? Hoe ga je je klachten onder woorden brengen? Nou, dat is eigenlijk het topic van wat ik vanavond aan jullie ga vertellen. Dit hyperwoordenboek maakt deel uit van een veel groter onderzoek wat wij jaren geleden al hebben uitgevoerd door middel van een hele grote enquête vanuit de Hogeschool Utrecht samen met de SON en het AMC. En in die enquête hebben we gekeken naar kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en symptomen. En we hebben daar de patiënten, de hypothyroïdieve patiënten, die gewoon behandeld worden volgens de standaard. Dus het waren niet alleen maar Hashimoto-patiënten, maar ook mensen na schildklierkanker of na de slok. Of het was dus een gemêleerde populatie waarvan wel 80% Hashimoto was. Nou, daar kon je dus zien, kijk de pointer, dat is het bovenste grafiekje. Dat zijn de uitslagen van de TAI Pro. We hadden net bij Charlotte al gehoord over PROMS. En dat zijn Patient Reported Outcomes. En dit is een PROM die specifiek gemaakt is voor schildklieraandoeningen. Dus TAI, dat slaat dan op thyroid. En PRO, dat is van de PROM. Nou, ik heb die TAI Pro. Ik heb hem met 88, 89 vragen, was die oorspronkelijk. Die heb ik hier gebruikt. En daar zijn dan verschillende domeinen die je kan aanwijzen. Dus vermoeidheid, dus, sorry, het is in het Engels. Cognitieve problemen, dus geheugen en concentratie. Anxiety, depression, dus depressiviteit. Meer emotioneel, het sociale leven en het dagelijks leven. En dit is dan het gemiddelde daarvan. En dan zijn de rode figuurtjes, die zijn van de patiënten. En de blauwe zijn de controllers. En hoe hoger de score is, dus meer naar buiten, betekent meer verstoring van de kwaliteit van leven. En op al deze verschillende domeinen, waarbij natuurlijk de vermoeidheid er heel erg uitspringt. Dat is wel herkenbaar, denk ik, voor iedereen. Ook voor mezelf. Die springt eruit als eigenlijk de grootste boosdoener in dit verhaal. Maar ook vragen over dagelijks functioneren. Daar scoorden de patiënten echt slechter op dan de controlepersonen. De controlepersonen mochten geen schildklierziekte hebben. En ook duidelijk waren er veel meer symptomen aanwezig bij de patiënten. En dit is nu een stukje onderzoek waarvan ik nu bezig ben om het gepubliceerd te krijgen in een wetenschappelijk tijdschrift. En dat is nog best wel een hele klus, eerlijk gezegd. En ik heb mijn batterijtjes ook regelmatig leeg. Maar het gaat wel komen, dus we gaan gewoon stug door. Verder had ik ook gekeken naar de tevredenheid met de medicatie en de zorgverlening. En ook daar blijkt dat de tevredenheid over de levothyroxine-preparaten, dat die zeg maar, nou, vrij matig is. Hè? Zeg het maar ongeveer een drietje op een schaal van 6. Dus je weet natuurlijk dat je dat hormoon nodig hebt, hè, voor je eigen overleving, om het zo maar te zeggen. Maar echt heel tevreden zijn de meeste mensen niet. En ook de tevredenheid over de zorgverlening kan veel beter. Daar hebben we ook al allerlei voorbeelden over gehoord. En ik heb hier, ja, ik had hem heel klein gemaakt, omdat ik niet wist dat ik hier ook over mocht gaan praten vanavond. Maar je kan hier misschien in die eerste balkjes zien, er staat hier tevredenheid uit. En dit zijn, dit is het onderdeel of je je serieus genomen voelt. Of de arts goed luisterde. Of er zeg maar genoeg informatie werd gegeven. En dit is eigenlijk de hulp en de coaching. Dus het soort van samen beslissen eigenlijk wat de artsen doen. Ja, dit is het echte samen beslissen. Dus dit is hulp en coaching bij het instellen van hypothyroïdie. En dan de eerste balkjes, dat is eigenlijk de reguliere geneeskunde, om het zo maar te zeggen. En de balkjes die eruit schieten, dat zijn de verpleegkundigen waar we het net over hadden. Hè? Die werden heel hoog gewaardeerd. En ook de orthomoleculair en de natuurarts, die veel meer tijd voor je nemen. Nou, dus dat was eigenlijk dat deel. Het was wel een hele lange enquête met allemaal gesloten vragen. En ik wilde heel graag één open vraag hebben. Al was het maar een beetje voor mezelf, omdat ik het vaak moeilijk vond uit te leggen
hoe het nou precies voelt en of de arts het nou eigenlijk wel begreep wat mijn klachten waren, heb ik er één open vraag in gezet. Kunt u beschrijven hoe hypothermie die voelt? Nou, en dat is een enorm succes geworden, want daar hebben maar liefst daar hebben heel veel mensen op geantwoord. Dus het achterliggende idee was dat het voor mensen met hypothermie, ook met andere ziekten natuurlijk, kan het vaak lastig zijn om de klachten in woorden uit te drukken. En dat ze bijvoorbeeld in gesprek met arts, werk of familie. En het gevolg daarvan is dat patiënten zich vaak onbegrepen voelen. En misschien ook niet de zorg en de medicatie krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Nou is er natuurlijk in de medicatie bij hypothermie is er niet zoveel te kiezen. Hè? Je kan wel een beetje switchen van merk, maar natuurlijk, het blijft altijd het levothyroxine. Je kan eventueel nog Cytomel, hè, T3 als experimentele behandeling bij de endocrinoloog. Dat kan een optie zijn. Hè, maar dan is het eigenlijk wat dat betreft een beetje over. En, nou, hoe zijn we te werk gegaan? Op die open vraag, kunt u beschrijven hoe hypothermie die voelt? Hebben dus meer dan 1000 patiënten hun antwoord gegeven. Dus dat was echt overweldigend. En dat leverde uiteindelijk 131 pagina's tekst op in Word. Oh, maar dat willen we niet. Moet ik even tikken? Of... Ik heb even hierop getikt. Dat hij niet in slaap valt. Oké. Okay. Nou, we zijn weer terug. We zijn weer terug. Nou, dat had dus heel veel pagina's tekst opgeleverd. En ik ben dus onderzoeker bij een van de lectoraten op de hogeschool. En we werken altijd met studenten. En dat zijn eigenlijk altijd afstudeerders die dan hun semester onderzoek bij ons komen doen. En inmiddels heb ik al 15 studenten in dit onderzoek als afstudeeronderzoek gehad. Dus, en nou ja, het laatste project denk ik dat het wordt, daar heb ik dus iemand voor gevraagd die dus een kwalitatieve analyse zou willen gaan doen op die 131 pagina's. Oké, okay, nou we waren bij de 131 pagina's tekst waar dus patiënten, nou ja, soms in kortere, maar soms ook echt wel in langere bewoordingen hebben omschreven hoe hypothyroïdie, dus de traagwerkende schildklier, voor hen voelt. Terwijl ze dus allemaal behandeld zijn, hè, minimaal een half jaar, want dat was een voorwaarde. Nou, dus dit was een geweldig project voor een afstudeerstudent. En Jera Koeverts, een farmacunde-student, die had hierop gereageerd. En zij heeft uiteindelijk een kwalitatieve analyse losgelaten op die grote teksthoeveelheid. En nou ja, dat heeft ze via allemaal netjes onderzoeksmethode heeft ze dat gedaan. Dat heeft geresulteerd in een aantal wordclouds per thema. Hoe groter, nou je kent waarschijnlijk wel een wordcloud, dus hoe groter de letters zijn, hoe vaker het voorkwam in al die 131 pagina's. Dus hoe vaker mensen dat hebben benoemd. En vervolgens wilde ik ook heel graag de citaten, dus zeg maar treffende citaten van beschrijvingen, die wilde ik heel graag bij elkaar hebben om op te nemen in iets wat eerst nog niet het hypo-woordenboek heette, maar we hadden praatkaart bedacht, maar dat bestond ook al. Dus toen heb ik er snel een andere term voor bedacht. En dat was hypo-woordenboek. Omdat het eigenlijk een boek is met heel veel woorden. En in dit geval beschreven door hypothyroïde patiënten. Maar we hadden het er net al over. Het is niet specifiek dat al die klachten per se alleen maar bij hypothyroïde patiënten terechtkomen. Dus het kan ook best zijn dat mensen juist met een hyperthyroïde zich daar ook in herkennen. Ik denk zelfs dat mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom of andere aandoeningen zich ook nog kunnen herkennen in dat hypo-woordenboek. Ja. Nou, we hebben daar een concept van gemaakt. En dat concept is door een focusgroep van 12 patiënten, waar de Sonde ook nog aan mee heeft gedaan, is dat uitgetest en die hebben feedback gegeven. En toen is uiteindelijk het... Oh ja, ik moet nog even verder. Ja. Nou, wat er in die wordclouds voornamelijk naar voren kwam, was natuurlijk het thema vermoeidheid. Dat was wel het grootste thema. Dus je ziet de grote woorden als vermoeidheid, moe, energie, vermoeid, dagelijks vermoeiend, uitputting.
moeite, opstaan, uitputting, energiemonster en ga zo maar door. En het volgende grote thema was geheugen en concentratie. Dus er werden veel meldingen gemaakt van mensen die moeite hadden met dingen te onthouden, met het geheugen. Ze hadden last van brain fog, hè, dus dat is een beetje zo'n waterhoofd. En concentratiestoornissen. En een derde thema wat vaak werd genoemd was, waren problemen, pijnen aan spieren en gewrichten. Dus gewrichtspijn, spierpijn en dat krampen werden vaak genoemd. Kapaaltunnelsyndroom werd ook genoemd. Bovenrug, alles wat met ledematen te maken had. Dus dat is ook een thema wat vaak voorkomt bij de hypothyreoïdepatiënten. Dan was er nog een thema emotioneel. En dat ging meer over stemmingswisselingen. Je voelt je wat depressief, je voelt je gefrustreerd, huilbuien, uitbarstingen, down, boos, geïrriteerd. En menstruatie stond daar ook onder. Nou, deze thema's zijn uiteindelijk terechtgekomen in het hypo-woordenboek. Ga ik straks verder uitleggen. Nou, dan komen we bij de citaten en ik heb er een aantal uitgekozen. Het voelt alsof je op slechte batterijen leeft. Het voelt als een onzichtbaar energiemonster. Dat vond ik ook een goeie. Het voelt alsof er een laag mist om mijn hoofd zit en wat in mijn hoofd. Ik kan me daardoor niet meer concentreren. Als het voelt als een zak aardappelen, zo zwaar. En je moet er heel veel leuke dingen voor laten. Alsof je vermoeid bent tot in de moleculen van je lijf. Traag, alsof je door een moeras loopt. En dit is een heel verhaal, maar ik vond hem wel mooi. Ooit had ik een emmer vol energie. Die gebruikte ik voor alles, zoals sporten, sociaal leven, relaties, spontane dingen doen. Toen kwam de ziekte hypothyreoïdie en die gooide mijn hele emmer leeg. Ik heb nu een nieuwe emmer. Alleen deze emmer is een stuk kleiner. En met het water in deze emmer moet ik heel zorgvuldig omgaan. Nou, uiteindelijk zijn dus alle citaten geordend op thema. En soms zijn citaten een beetje bij elkaar gevoegd als het eigenlijk precies hetzelfde was. En dat heeft Jera dus geparafraseerd dan, zoals we dat noemen. Zodat het uiteindelijk geen 131 pagina's zijn, maar 17 pagina's. En daar staan dus eigenlijk de belangrijkste en de meest duidelijke beschrijvingen die wij tegenkwamen in de data, die staan daarin vermeld. En ik wilde dus heel graag iets doen met al die beschrijvingen die de patiënten hadden gegeven. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat, we hebben het hypo-woordenboek genoemd. En het is bedoeld eigenlijk als een soort hulptool om voor de patiënten om je klachten te helpen verwoorden. Omdat dat soms zo lastig is. En dan is het dus handig om te horen of te lezen hoe andere patiënten hun klachten beschrijven. Het kwam dus tot stand dankzij de beschrijvingen van ruim 1000 patiënten en de 12 patiënten van de focusgroep. Nou, we hebben het op 7 februari hebben we het hypo-woordenboek officieel aangeboden aan de SOM. Nou, je ziet Marlies in het midden en Jera en dat ben ik. Dus dat was een leuke happening. En het woordenboek, hoe kun je het nu uiteindelijk gebruiken als patiënt? Of misschien ook wel als partner. Het is sowieso, denk ik, het hypo-woordenboek. Is het ook inzichtelijk voor partners om te lezen? Of vrienden, vriendinnen, familie, artsen, noem maar op, om het door te lezen. Maar dit zijn enkele opties die ik zou willen meegeven over hoe je het als patiënt kan gebruiken. Maar de indeling, dus het thema vermoeidheid. En dan komen er allemaal citaten die daarover gaan. En een suggestie, want er is niks moet natuurlijk, maar dat je kan aanvinken als je denkt van deze beschrijving die past bij mij. En dan zou je zelfs in het hokje ervoor, zou je een cijfer van 1 tot 10 kunnen geven in hoeverre je jezelf herkent in die omschrijving. Ja? En dat zou je dan eventueel kunnen meenemen naar een consult of naar een gesprek. Dus dat zou dan een soort hulpmiddel zijn in de communicatie. Nou, ik heb even NB, schrik niet.
Dus één patiënt heeft dus niet al die klachten van die 17 pagina's. Want daar kwam iemand uit de focusgroep mee. Die zei, ik schrok me helemaal. Ik schrok me helemaal de blubber. Dus die hebben we kunnen geruststellen. Dat niet één patiënt al deze klachten natuurlijk allemaal tegelijk heeft. Ja. Nou, dus het hypo-woordenboek kan dus uiteindelijk als hulptool worden gebruikt in de communicatie met de arts en de omgeving. En we hopen daarmee een beetje bij te dragen aan een meer effectieve communicatie. En dat het ook helpt om beter samen te kunnen beslissen, hè, wat het thema van vandaag is. Dat er meer begrip voor de patiënt ontstaat en dat ook leidt tot betere zorg. En het hypo-woordenboek, ik heb er hier eentje voor me liggen. Maar hij is online beschikbaar via de SOM. Ook via mijn site op de hogeschool trouwens. Maar ik heb een QR-code gemaakt, dan kom je er meteen uit. Je kan mij ook contacten natuurlijk. We gaan hem ook nog even aanbieden straks, hè, aan de sprekers. Dat doen we dan zo. Ja. Nou, en ter afsluiting, er was iemand in de focusgroep. Ja, een mooi wolkje. En die zei over het hypo-woordenboek, de klachten krijgen woorden. Dat vind ik het mooie aan het hypo-woordenboek. Wat ik voel, komt heel mooi tot uiting. En dat zorgt voor herkenbaarheid. En daar wilde ik mee afsluiten voor vanavond. Dank jullie wel. Ik kom hier te mogen praten over uitkomstgerichte zorg. Ik ben Charlotte Blanke. Ik ben chirurg uit het Rijnstaat Ziekenhuis, oncologisch chirurg. Wij zijn naast het Radboud een level 1 ziekenhuis. Dat betekent dat we eigenlijk alle zorg voor schildklierkankerpatiënten of schildklierpatiënten kunnen leveren. En wij doen ook nog de robotchirurgie via de Oxel. Waar ik het met jullie over wil hebben, en vind ik heel leuk om daar nu echt eens een keer samen over te kunnen praten, is onze ideeën over uitkomstgerichte zorg in de spreekkamer. Komt eigenlijk een beetje over één wat Rosalie vertelt. Alleen dit gaat er meer over hoe je informatie verzamelt, eigenlijk hetzelfde wat ik net hoorde, en hoe we dat kunnen gebruiken op verschillende manieren, dat het ook relevant is wat er besproken wordt. En hè, dat je dat een beetje kunt schiften. Werken. Ja, wat is nou uitkomstgerichte zorg? Er zijn eigenlijk, er bestaat uit drie pijlers. De eerste is de uitkomst van de behandeling. Dat is gewoon wat voor operatie hebben we gedaan, hoeveel complicaties zijn er, hoe vaak hebben patiënten schildklierhormoon nodig, hoe vaak ontstaat er, hebben patiënten een te laag calcium na een operatie. Het zijn gewoon puur patiëntengegevens die ingevoerd worden door dokters en verpleegkundigen na een operatie, na een behandeling, na geen behandeling, alles wat ingevoerd kan worden. Dan hebben we ook de PROMS, de Patient Related Outcome Measurement. En dat is eigenlijk hoe de patiënt zelf de gezondheid en de kwaliteit van leven ervaart. Want wij kunnen daar van alles van vinden en wij kunnen als dokters en medisch inhoudelijke denken van, oh ja, dit is belangrijk, maar eigenlijk weten we het niet zo heel erg goed. Dus gewoon de klachten die je kunt verwachten na een operatie of na een behandeling. Maar ook vermoeidheid. Of je kunt werken. Of je nog zin hebt in seks. Allemaal dat soort dingen komen in zo'n outcome measurement voor. En die vullen die patiënten in. Die vullen die voor de operatie. Hè. Bij ons gaat het vaak over operaties. Vullen dat voor de operatie in. 3 maanden daarna, 6 maanden daarna en 12 maanden daarna. En dan kun je dus in de loop van de tijd ook kijken hoe het zich ontwikkelt. Wordt het beter? Wordt het erger? Verschilt het per groep patiënten? Daar heb ik eigenlijk een paar voorbeelden van hoe dat er dan uitziet. En dan heb je nog de PREMS. Dat is eigenlijk meer hoe het organisatorisch geregeld is. Hoe een patiënt dat ervaart. Want wij kunnen denken, oh, hele snelle doorlooptijden. Maar je ziet wel 5 verschillende artsen. Ja, het is allemaal. We proberen het ook zo goed mogelijk te doen. Maar dus van bent u geïnformeerd over de patiëntenvereniging? Hoe is die voorlichting gegaan voor de operaties? Dus puur hoe heb je het ingericht voor zo'n patiënt met de klachten en met de behandelingen die er gebeurd zijn? Nou, hier hebben we eigenlijk net al heel veel over gehoord natuurlijk. Maar in een gesprek moet je met elkaar bespreken de verwachtingen die je hebt.
En ik denk dat het heel belangrijk is om met de patiënt te gaan zitten en te kijken naar de uitkomsten die er zijn bij andere groepen patiënten die vergelijkbaar zijn. Dus dat je kunt zeggen van nou, ik heb hier een vrouw die is ook geopereerd, die is ook, heeft ook deze leeftijd en deze voorgeschiedenis. En die heeft het zo gedaan, en die, of die groep patiënten heeft het zo gedaan. En zo zijn wij begonnen met borstkanker, met prostaatkanker. En dat willen we heel graag ook voor schildklierpatiënten ontwikkelen. Voor verschillende behandelingen, maar ook voor operaties, chemie, half of totaal. En zo ziet dat er een beetje uit. Kijk, dit zijn de verschillende prompts. Hè? Dus dat hebben wij zelf eigenlijk een beetje bedacht van wat zal een patiënt belangrijk vinden. Maar eigenlijk willen we dat natuurlijk horen van de patiënt zelf wat belangrijk is. En dan krijg je van, bent u beperkt in uw werk? Heeft u moeite met een lange wandeling? Het lichaamsbeeld, hè? Dat is bij mama natuurlijk belangrijk van sparend of niet sparend. En wij denken dan van, oh ja, nee, dat het cosmetisch gezien veel minder mooi is als je je hele borst moet missen. Maar wij eigenlijk weet je het niet in de groep patiënten hoe zij dat ervaren. Dus dat vragen we aan iedereen. Dat vragen we aan iedereen op te schrijven. En dat ook in de loop van de tijd. En misschien verandert dat wel in de loop van de tijd. En wordt de keuze dan toch anders. Nou, lichamelijke klachten. Dat is dan met name gericht op het lymfoedeem. Of dat je te veel pijn hebt in je borstgebied. En psychosociaal, waar ik het net al een beetje over had. Van, heb je nog gewoon je sociale contacten? Maak je zorgen, ben je er altijd mee bezig? Al dat soort dingen worden gevraagd en allemaal in de loop van de tijd. En dan kun je dus bijvoorbeeld, waar wij dan mee te maken hebben, wat ik daarnet ook zei, dus dat je dan invult wat voor soort operatie. Dus je kunt dan invullen van, nou, ik doe een GRM, hè, dus een borstamputatie waarbij je dan de oxyclier verwijdert. En dat vergelijk ik met een borstbesparende operatie. Dan haal je die twee eruit en dan zeg ik van, nou, dan doe ik dan de patiënten, want ik heb hier een patiënt tegenover mij van 45 jaar, doe ik tussen 40 en 45. Nou, dan klik ik en dan zie je dus bij de patiënten tussen 40 en 50 jaar met een borstsparend behandeling en met een behandeling waar de hele borst is weggehaald, hoe deze zich in die grafieken verhouden. En dan kun je dus, dat kun je dus ook doen voor vrouwen die, of voor vrouwen, voor patiënten met een totale schildklierverwijdering of een halve schildklierverwijdering, of patiënten die dan zeggen van, nou, ik wacht gewoon af. Hoe voelen die zich? Zijn die echt super, maken die zich super veel zorgen? En dat kun je dus dan meenemen in je gesprek. Ja, je moet natuurlijk een samen beslissen gesprek doen, waarbij je dus zegt van, nou, je hebt verschillende opties, maar je kunt het natuurlijk wel meenemen om een goede beslissing te nemen. Dat doen we niet alleen voor borstkanker, maar dat doen we ook voor, even kijken wat het is, voor prostaatkanker. Bij prostaatkanker is het altijd heel erg belangrijk, nou, of ja, niet belangrijk, maar hoeveel incontinentiemateriaal patiënten nodig hebben. En dat kun je hier zien, hè? Dat grijze vlakje is de aantallen patiënten. Het groene vlakje is als je maar één incontinentieluier nodig hebt. En bij het rode zie je dat je wat meer nodig hebt. En dan zie je, dus omdat het in de loop van de tijd gemeten wordt, zie je in het begin dat nog 30% meer luiers nodig heeft. Maar na 12 maanden is dat nog maar een heel klein stukje. Dus je mensen die dan, als jij dan individueel bij die patiënt gekeken hebt naar die uitkomsten voor de operatie of net na de operatie, dan kan ik me voorstellen als patiënt dat je denkt van, oh ja, maar ik heb gezien dat het beter kan worden. En bijvoorbeeld bij longoperatiepatiënten bleek juist dat ze meer pijnklachten kregen in de loop van de tijd na de operatie. Dat waren dingen die wij eigenlijk niet zo heel goed wisten, maar wat uit zo'n dashboard, zoals wij dat noemen, is gekomen. Ja, dus samen in gesprek, hè, wat Rosalie net ook zei, van wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de voor- en de nadelen van die mogelijkheden die dan genoemd worden, van de keuze die je kunt maken, maar wat dit dan toevoegt,
is denk ik, wat betekent dat voor mijn situatie? En hoe relateer ik me dan tot andere patiënten die precies hetzelfde hebben meegemaakt? En die groep wordt natuurlijk steeds groter, hè? Want iedereen moet PROMs en PREMs invullen. Dus daarvoor gebruiken wij het. Voor de individuele patiënt vullen wij altijd het dashboard in. Voor de mama's en voor de borsten en voor de prostaten. En dat willen we dus ook heel graag doen voor de schildklier. Omdat ik echt denk dat dat echt van meerwaarde kan zijn. Maar wat dan precies belangrijk is, ik denk dat we dat echt samen moeten gaan bekijken. En daarom ben ik heel blij dat ik hier dat nu kan vertellen. Dus wat hebben we nodig? Ja, we moeten allemaal dezelfde vragenlijst hebben. Meer mensen zijn ermee bezig. Het AVL is er bijvoorbeeld mee bezig om zo'n dashboard te ontwikkelen. Ja, je moet wel denk ik allemaal het samen op gaan trekken. Want anders krijg je dat iedereen het wiel opnieuw uit gaat vinden. En we willen dus af gaan stemmen met de patiëntenorganisatie. Van wat is nou belangrijk? Werkervatting, sociaal welbevinden, alternatieven, ja, noem maar op. Ik heb hier maar een paar voorbeelden genoemd. Maar ik denk echt superbelangrijk om daar samen in op te trekken. Dus als ik mag dromen, is denk ik dat we dat echt iets is wat we samen moeten gaan doen. Waarbij ik er ook echt van overtuigd ben dat als iemand, en dat, zal, ja, dat zegt Rosalie eigenlijk ook, als je gewoon goed ingelicht bent. Je weet waarom je welke keuze maakt. Je weet een beetje aan de hand van andere patiënten ja, wat je te wachten staat. Dat je zelf er ook misschien net iets relaxter in kan gaan. Net iets ja, meer ontspannend. Wat ik denk als iemand gewoon weet waarom die ergens voor kiest. En dat moeten wij gewoon kunnen doen, vind ik. Ja, dan denk ik dat de behandeling uiteindelijk ook beter gaat voor zo'n patiënt. Dus vandaar ja, dat ik denk dat we daar ja, echt ons best voor moeten gaan doen. Dan gaan we het nu hebben over hyperthyreoïdie en dan wel over de ziekte van Graves. Samen beslissen bij de behandeling van de schildklier. En ik wilde eigenlijk wat vertellen aan de hand van een volledig geanonimiseerde patiënt. Om jullie echt even te laten zien van wat gebeurt er nou in de loop van die ziekte. Op welke momenten moet je beslissingen nemen. En wat zijn dan argumenten die gewoon individueel gezien voor de patiënten mee kunnen wegen in het maken van die beslissingen. Dit is dus een geanonimiseerde patiënt die 5 jaar geleden op de poli kwam. Met eigenlijk klassieke klachten van snel werkende schildklier, gewichtsverlies, warmte. Zij had daar dan nog milde oogklachten bij, maar vooral heel veel huidproblemen. Het was een vrouw met 2 kinderen, 1 kleinkind en zij werkte in het middelbare onderwijs. Deze dame had dus voor de eerste keer eigenlijk Grace met een flinke hoge waarde. Dus ja, wat is er dan eigenlijk belangrijk hè, als zo'n vrouw zich meldt? Dat is natuurlijk belangrijk of dat er klachten zijn. Ja, dat klinkt heel stom, maar er zijn ook heel veel mensen die komen omdat de dokter het geprikt heeft vanwege gewichtsverlies. Maar dat is het dan ook. Er zijn verder eigenlijk helemaal geen klachten. Ja, dan, dat is natuurlijk heel fijn voor de patiënt als dat zo is. Maar vaak zijn die er wel. En dan kan je eigenlijk in de eerste plaats al het gesprek beginnen over, nou zullen we dan die klachten behandelen? Bijvoorbeeld hartkloppingen, zweten, trillingen. Soms zijn er hartkloppingen bij een snelwerkende schildklier, maar dan nog wil niet iedereen daarvoor behandeld worden. Ook niet altijd hoeft dat hoor. Dus dat is eigenlijk al je eerste moment van samen beslissen. Gaan we iets met die klachten doen of niet? Dan kom je uit bij die snel werkende schildklier. Ja, er zijn ook patiënten die zeggen, ja, dan heb je het hele gesprek gehad over de behandeling. Nou, maar ik wil helemaal niet behandeld worden. Dat vinden wij als dokters wel een moeilijk gesprek. Maar er is een hele, hele kleine kans dat het ook vanzelf weer overgaat. Dan heb je gedurende die tijd dat het vanzelf overgaat, loop je wel risico. En daar moet je het over hebben met de patiënt. Van, nou, natuurlijk, alles kan.
Maar dan is er dus wel ziekteactiviteit. En die Graves die kan steeds erger worden, waarbij je dus ook steeds meer klachten krijgt. En dan kan het zijn dat je hartkloppingen echt hartklachten worden en infarcten. Dat misselijkheid braken wordt met uitdroging, dat je psychisch ontregelt. Soms is het zo, we hebben helaas ook wel patiënten gehad die echt zelfmoordpoging hebben gedaan bij een snelwerkende schild. Dus het kan echt ook enorm op je psyche werken. En mensen met een ziekte van Graves hebben een verhoogde kans op overlijden. Dus meestal hart- of longgerelateerd. Dus ja, niks doen is altijd een optie. Maar het is meestal niet een optie waar mensen voor kiezen. Gelukkig. Maar dan de reële keuze, de meer voor de hand liggende keuzes. Kijk, in onze richtlijnen, ook in de Amerikaanse richtlijn, is eigenlijk de eerste keuze voor behandeling van Graves met medicijnen. En daar hebben we in Nederland eigenlijk twee smaken voor. De een is strumazol en de andere is PTU. Ook voor de eerste behandeling van Graves zijn er al alternatieven. En daar zal ik het zo meer over hebben als we gaan kijken wanneer de Graves weer terugkomt. Maar je zou dat eigenlijk zouden wij als behandelaars dat meer. Nu benoem ik het eigenlijk bijna niet in de spreekkamer bij de eerste behandeling. Terwijl het wel een keuze is die mensen eventueel zouden kunnen maken. Maar volgens de richtlijnen zeggen we eigenlijk van nou, de eerste keuze is toch wel medicijn. Dus minste risico's, toch ook wel een kans dat het gewoon definitief werkt. Dan moet je al kiezen, strumazol of PTU. Nou, de mensen die een snelwerkende schildklier hebben in de zaal, die weten wel wat dat is. Strumazol remt eigenlijk je schildklierwerking. Hè? Daar heb je in verschillende tabletten voor, verschillende dosering. Het is in principe één keer per dag. En PTU is drie keer per dag. Meestal doen we strumazol, maar soms reageren mensen er slecht op. Dan krijgen ze eigenlijk bijwerkingen, huidreacties. Een stoornis van de witte bloedcellen zien we gelukkig heel weinig, maar het kan wel. Levenstoornissen, gewrichtsontstekingen of klachten. En dan kan het zijn dat we naar PTU overstappen. Als mensen zwanger willen worden, dan mag je eigenlijk geen strumazol geven. Of zwanger zijn, dan moet je PTU geven. Maar bij PTU zie je dan weer iets vaker levenstoornissen. Dus zo leg je eigenlijk uit van nou, dit zijn de medicijnen die we hebben. En dit zijn eigenlijk de risico's of de bezwaren die daar mogelijk bij komen kijken. Nou, dan moet je kiezen, gaan we voor titratie of block and replace? Nou, je moet je voorstellen, die schildklier werkt veel te hard, die staat helemaal aan. En dan kan je zeggen van, nou, we geven hem een snufje onderdrukking, dat heet titratietherapie. Je titreert als het ware die strumazol of PTU. Je kan kiezen voor block and replace. En block and replace is, we leggen de hele schildklier, die maken we eigenlijk afunctioneel, dus het functioneert niet meer. En dan geven we schildklierhormonen erbij. Nou, beide behandelingen hebben voor- en nadelen. Dus bij dat eerste, het is echt een voordeel, het is minder medicijnen, minder kans op bijwerkingen. Maar het is moeilijker instellen. Je moet patiënten vaker terug laten komen op de poli, eigenlijk vaker bloed prikken. En bij block and replace krijg je het vaak iets netter ingesteld. Maar het zijn wel gewoon meer medicijnen, meer kans op bijwerkingen. Onze 51-jarige patiënten die kiest voor block and replace met strumazol. Dus dat gaan we doen. Nou, en dan neem ik jullie nu mee in hoe dat dan bij haar heeft uitgepakt. En dit kan voor, er zijn heel veel patiënten bij wie dat wel soortgelijk verloopt. Gelukkig ook heel veel bij mij het anders verloopt. Dan zie je eigenlijk aan de linkerkant is het vrij T4 grafiekje. Nou, die begint heel hoog. Hè? Even kijken of ik hem hier heb. Ja, kijk, hij begint heel hoog. Toen kwam ze binnen, 80. En dan beginnen we met de therapie. En dan zie je dat die heel netjes daalt. En dan is er helaas een medicatiefout. Hier moest de levothyroxine erbij. Maar in de informatie is dat dus niet goed gegaan. En heeft ze eigenlijk de strumazol vervolgens weer gestopt en levothyroxine gebruikt. Nou, dan kom je dan snel genoeg achter, want ze kreeg de klacht en het was weer hartstikke hoog. Uiteindelijk, even kijken, waar is die pointer nou? Zie je in dat lijntje dat... is het nou deze? Ja. Dat het hier eigenlijk best wel redelijk ging. Hè? Dat blijft een beetje binnen de marge, een beetje bijstellen. En in die rechter grafiek zie je TSH dat in het begin helemaal onder druk was. En dat op een gegeven moment gewoon een paar maanden later toch netjes op kon zetten.
Strumazol, medicatiefout. TSH komt al een beetje op. Nou, dan verder nog een beetje optimaliseren. En na een jaar zeggen we, nou, dat is ook een beetje wat we dan doen. We gaan stoppen en we kijken wat er gebeurt. Nou, we stoppen en het is meteen al mis. Nou, dat is pech, maar niet helemaal onvoorzien. Want bij de eerste behandeling van Grace is de kans op een definitief effect met alleen maar medicijnen eigenlijk 45-48%. Dus dat is echt de minderheid die meteen daar profijt van heeft. De meerderheid krijgt het gewoon een keer terug. Het maakt niet uit of dat je nou die titratie of die blokken replace. Die kansen zijn even groot. Soms is het wel zo dat langer doorbehandelen dan een jaar wel zinvol kan zijn. Dus daar moet je het ook over hebben met je arts. En daar zijn ook wel trucjes voor. Bijvoorbeeld het meten van antistoffen kan soms wel een beetje richting bepalen. Maar nu het terug is gekomen, is het ook wel tijd om echt serieus het gesprek aan te gaan over wat kan er dan nog meer. Nou, met radioactief jodium, dat is dus wat ze vroeger de jodiumslok noemden en nu is het een capsule eigenlijk. En dat maakt dan van binnenuit de schildklier kapot. Dus de schildklier die heeft eigenlijk als voor de stofwisseling heeft die jodium nodig, als enige orgaantje van het hele lichaam. En op het moment dat je radioactief jodium geeft, dan maakt hij eigenlijk gewoon een deel van de schildklier kapot. Is vrij effectief. De 82-92% heeft een definitief effect daarvan. Nou, dat wil zeggen dus ook 8-18% niet. En dat hangt ook wel een beetje af, en daar zitten wel wat smaakverschillen in, hoe hoog dan die dosering is. In Amerika zijn ze wat meer gewend om heel veel te geven, waardoor de kans dat hij helemaal niks meer doet groter is. In Nederland proberen we het wat meer op maat te doen. Want wat je uitlegt aan de patiënt is, radioactief jodium kan. Alleen, er is gewoon een kans dat je daarna wel dusdanig veel van die schildklier kapot hebt gemaakt, dat je schildklierhormoon nodig hebt. Daar moet je het over hebben. Want er zijn patiënten die zeggen, nou, alles beter dan die Graves. Maar er zijn ook patiënten die zeggen, ja, luister, ik ben nog hartstikke jong. Ik heb nooit medicijnen gehad. Ik wil eigenlijk gewoon dat de kans zo groot mogelijk is dat ik geen medicijnen hoef te gebruiken de rest van mijn leven. En daarnaast is het zo dat er ook leefregels zijn voor radioactief jodium. Dat wil zeggen van, nou, een deel van die straling maakt de schildklier kapot, maar er is ook nog een soort ander soort straling die moet uit het lichaam verdwijnen. En daarbij is het wel belangrijk dat je bijvoorbeeld niet te dicht in de buurt komt van kleine kinderen. Dat je ook wat afstand houdt van je man. Dat je bij het wc gaan, dat je daar op moet letten. Want je scheidt eigenlijk die troep ook weer uit in de wc. Dus dat zijn echt hygiëne maatregelen. Dus dat moet ook allemaal bij je leven passen. En als je bijvoorbeeld voor de klas staat zoals deze patiënten, dan is dat iets wat nog best wel ingewikkeld kan zijn organisatorisch om in te plannen. Nou, verder moeten we het ook hebben over een operatieve schildklierverwijdering. Is dat maar 6 maanden? Of is dat... Nee, dat is heel kort. Of kort, relatief kort, maar niet 6 maanden. Dat ligt aan de dosering. Vaak is het 1-2 weken waarin bijna alles weer mogelijk is. En in die week moet je dus afstand houden van bepaalde mensen en bij kinderen extra voorzichtig zijn. Ja. Maar een andere manier om de schildklier te behandelen als die te snel gaat is... Ja, ik hoor ook een piep. Ja. Hij is nu weg volgens mij. Ja. Dat is dat de chirurg de schildklier opereert. En dan doen ze eigenlijk meteen de hele schildklier. Soms een heel enkel keertje laten ze op verzoek wel eens een restje zitten... Maar de kans dat dat restje dan nog uiteindelijk weer Graves geeft, die is aanwezig. En dat heb ik ook wel eens gezien, helaas. En dan moet er dus een tweede operatie. Is niet helemaal gewenst en kent weer opnieuw de operatieve risico's. En die zijn niet groot, maar die zijn er wel. En dan gaat het over het behoud van de stemband. Er is altijd een klein risico dat de zenuw naar de stemband wordt geraakt. En er is een kans dat je... problemen krijgt met de kalkhuishouding, omdat de bijschildklieren zich achter de schildklier bevinden. Dat zijn eigenlijk de grootste risico's. Maar dat moet natuurlijk wel uitgelegd worden. En onze patiënte, die staat voor de klas. Haar stem is haar instrument.
En ook al zijn die risico's klein, die zijn voor haar wel onaanvaardbaar. En daar kan ik dan ook natuurlijk heel goed in komen. Een andere patiënt van mij die speelt een instrument en zingt in een koor. Ja, dan zijn dat ook afwegingen die je meeneemt in deze beslissingen. En ook hoe druk ben je? Hè? Dus heb je nou de tijd om met dat radioactief jodium en een beetje die leefregels eromheen te doen? Wat ook niet onbelangrijk is, vind je een litteken bezwaarlijk? Dat kan ik als dokter niet beslissen voor een patiënt. Ook hoe snel wil de patiënt ingesteld zijn? Dus met een operatie is heel erg snel. Schildklier is eruit. Schildkliermedicatie starten, levertyroxine. Uiteraard wel bijstellen. Maar je hebt daarna geen hele diepe hypo's en geen hele diepe hyperwaarde meer. En bij radioactief jodium is het toch, ja, het kan wel een half jaar duren voordat je precies weet hoe het werkt. En dan nog, na radioactief jodiumbehandeling kan je toch tot 10, 20 jaar nog zien dat er hypotheriodie optreedt. En dat is iets waar niet alle behandelaars zich ook bewust van zijn. Bijvoorbeeld de nucleair geneeskundige kan heel erg veel uitleggen over de behandeling zelf. Maar die ziet de patiënt niet 20 jaar later terug op zijn poli. Dus soms heeft hij ook geen idee over wat wij dan op de poli zien. En dat zijn ook leuke gesprekken behandelaars onderling. Niet onbelangrijk is of dat er oogproblemen zijn bij Grace. Want Grace kan zeker ook oogproblemen geven. En dan is het bijna altijd een slecht idee om radioactief jodium te geven. Omdat dat de oogziekte kan verergeren. Dus eigenlijk ook gecontraindiceerd. Dus deze mevrouw was eigenlijk wel snel ingesteld. Had ook een vrij TSH een jaar na de behandeling. Maar wel meteen een recidief. En zij kiest voor opnieuw blok en replace met striamazol en levothyroxine. En haar overwegingen op dat moment waren, ja, ik zit gewoon midden in de verhuizing. Mijn baan is hartstikke druk. Ik kan dit gewoon echt even niet erbij hebben. Ik doe mij maar gewoon weer die blok en replace. Want ten tijde van die behandeling voelde ik me eigenlijk best wel oké. Dus dat hebben we gedaan. En dan zie je hier weer wat er gebeurt. Ze had daar het recidief, dus dat het weer terug is gekomen. Deze grafiek is dan de vrij T4. Hij zakt netjes, een beetje bijstellen, maar het gaat eigenlijk niet heel gek. En dan gaan we weer na ongeveer een jaar weer stoppen met de blok en replace. En wat we zien is eigenlijk, het gaat goed. Ze voelt zich goed, het gaat goed. We blijven het nog een keer controleren. Het blijft eigenlijk nog steeds goed gaan. En dat is dan de tijd om al voorzichtig na te denken van, nou, misschien is het gelukt. Misschien behoort deze patiënt tot de groep waarbij het gewoon in één keer lukt. Dus ga maar naar de huisarts terug uitleggen. Het kan terugkomen. Je moet sowieso over een half jaar weer opnieuw bloed prikken. Daarna adviseren we eigenlijk jaarlijks. De klachten weer uitleggen van, nou, het kan, als het terugkomt, weet je eigenlijk nooit wanneer. Dus als je het idee hebt dat het niet goed gaat, laat het dan vooral checken. En dat is ook zo. Dat gaat op een gegeven moment, springt ze toch weer de bocht uit. Ze merkt het, in dit geval merkt ze het, heet het aan de huid. Dus heeft het laten checken weer eens. Dus we starten meteen met striamazol. Hebben zelfs ietsjes meer nodig nu. En daarna gaat het, nou, de TSH komt weer een beetje op. Het is toch wel weer snel. We hebben het niet heel erg uit de hand laten lopen. Dat zie je soms ook wel eens, dat er heel erg veel vertraging op de lijn zit. Even kijken. Ja, nou, dat gaat redelijk. Als mensen nou dus bij herhaling iedere keer die Graves terug hebben, hè, wat zijn dan eigenlijk de kansen? Dus als mensen opnieuw weer met medicijnen starten, dan is de kans dat het echt een definitief effect nog heeft, is klein. Op dat moment is die 29% en de eerste behandeling dus rond de 50%. Hè? Dus bij het tweede rondje moet je ook wel weer het eerlijke verhaal hebben van, we kunnen zeker nog een keer behandelen. Maar de kansen liggen nu anders.
En bij patiënten die medicijnen hebben gehad, Strumazol of Blocker Replace, krijgt uiteindelijk, dit is een hele grote Deense studie, niet zo lang geleden gepubliceerd, krijgt de helft van de mensen uiteindelijk toch een keer in hun leven een definitieve therapie. Nou, wat relatief nieuw is, is dat we altijd hebben gezegd van, nou, de medicijnen die werken wel heel goed, zijn inmiddels ook best wel oude medicijnen, maar ze werken goed, alleen ze hebben wel een fors bijwerkingsprofiel, dus we willen liever niet dat patiënten dat levenslang gebruiken. We weten nu dat dat toch in bepaalde gevallen eigenlijk wel kan. Zeker als patiënten er stabiel op ingesteld zijn. Hè? Dus dat je dan toch 5 tot 10 jaar doorgaat met die medicijnen. Dat verkleint dan toch wel de kans op een recidief. Dan wordt die kans dat het terugkomt eigenlijk nog maar 5 tot 10%. Maar kijk, zeker als het stabiel is en je hebt weinig van die medicijnen nodig, kan het toch zijn dat die ziekte weer actief wordt en het doorheen breekt. Dat kan altijd. En dan loop je toch weer een beetje, nou ja, weer een beetje aan te passen. Weer wat erbij, weer wat eraf, weer wat erbij, weer wat eraf. Dus daar moeten patiënten dan ook tegen kunnen. Van ja, dan moet je wel gecontroleerd blijven. Dus niet een kwestie van instellen en go. Nou, dat is het helaas sowieso niet altijd, maar ook wel in een aantal gevallen wel. Maar je zou dus ook in bepaalde gevallen kunnen kiezen voor, nou ja, ga maar door met die medicijnen. Als het er stabiel op is, dan kijken we gewoon over een aantal jaar wel. En bij patiënten, nou, die huidproblemen was een groot probleem, vooral bij haar als het te snel ging. En zij merkte ook de schildklierzwelt aan als die weer actief wordt, dat ze stemproblemen kreeg. Of een fragielere stem had op het moment dat ze weer een heel erg actieve Grace had. En dat is als je voor de klas staat, is dat vervelend. Dus we hebben weer gesproken over alternatieve therapie. En een operatie geeft voor haar een onaanvaardbaar risico. Dus deze patiënte die kiest voor radioactief jodium, heeft ze heel goed gepland met haar werk, net voor de vakantie of weet ik veel wat, dat kon. En dat hebben we ook goed afgestemd met onze nucleair geneeskundige. En dat hebben we dan gedaan en de radioactief jodium gegeven. Nou, dan continueer je nog even met de medicijnen, want het kan tenslotte een halfjaartje duren voordat het grootste deel van het effect zichtbaar is. En dat lijkt dan ook na een half jaar wel redelijk te gaan, maar je ziet die rode lijn alweer omhoog gaan. Het is gewoon weer terug, ondanks die radioactief jodium. De patiënt heeft het natuurlijk echt helemaal gehad. En eerlijk gezegd, de dokter ook wel, omdat het gewoon... Ja, weet je, je gunt toch je patiënten dat het gewoon goed gaat, hè? Dat doet me gewoon soms ook echt wat als je denkt van, nou, weet je, nu moet het goed gaan en dan is het weer echt ellende. Derde recidief. En wat we gedaan hebben is eigenlijk weer Strumazol gestart. Denktijd gegeven van, nou, we geven eerst die Strumazol om gewoon acute situatie weer even onder controle te krijgen. Ze heeft gekozen om weer opnieuw een radioactief jodiumbehandeling, maar met hogere dosering. En dat gaat eigenlijk nu gelukkig best wel goed. Dat gaat nu best wel goed, maar ik zei dat ze in september 2018 was gekomen, hè? 51, dus is nu 56. En wat we weten, ook uit diezelfde Deense studie, is na 6 tot 10 jaar werd eigenlijk maar in 35% van de mensen een normale schildklierfunctie zonder levothyroxine bereikt. Het zijn best wel lage percentages. En tuurlijk, er zijn ook mensen die levothyroxine uiteindelijk nodig hebben en bij wie het helemaal prima gaat. Hè? Het is niet voor iedereen een probleem. Maar, en het laatste zinnetje, de percentage patiënten die zich niet volledig hersteld voelde bij de follow-up, dus na die 6 tot 10 jaar, was 25%. Dus dat leert mij dat als een patiënt met de ziekte van Graves binnenkomt, september 2018, dat er gewoon een 25% kans is dat eigenlijk die patiënt na enkele jaren niet helemaal oké is nog. En dat is ingewikkeld, want je doet wat je kan. Je hebt niet heel veel meer dan alles wat ik nu heb uitgelegd.
De schildklierhormoonbehandeling is ook levothyroxine in 5 verschillende smaken en heel veel soorten dosering. Maar veel meer heb je, een beetje zitromel kan je nog doen, maar veel meer heb je ook niet. De ziekte van Graves is echt een hele vervelende ziekte die soms goed gaat, maar eigenlijk heel vaak echt een intensieve begeleiding heeft. En de patiënten moeten ook weten dat het eigenlijk bij binnenkomst al, dat er een kans is dat het een lang traject wordt. En dat ze dat ook weten. Hè? En op een gegeven moment zit je erin, en deze patiënten ook. Ja, dan ben je het tweede rondje geweest met de blok en replace. En dan heb je niet door dat het nog 3 jaar duurt op dat moment. Dit jaar gaat denk ik wel echt afscheid van mij nemen. Maar dat is dus na 5 jaar behandelen, heel veel afspraken, heel erg veel medicatiewijzigingen. Hè? Dus ook met die strumen of met die levothyroxine iedere keer bijstellen. Dat is toch beslist geen sinecure. En wat je daarover in de spreekkamer bespreekt, dat moet je samen doen. Goed afwegen met de patiënt. Maar ook eerlijk zijn over kansen. En ik hoop dat de keuzewijze, de keuzehulp die daarbij ontwikkeld is of bijna klaar is, daar ook de zorgverleners in de spreekkamer samen met de patiënt heel erg bij gaan helpen. Ja. Dus dit was wat ik wilde vertellen over samen beslissen bij de ziekte van Graves.